De teamleider is en blijft het sluitstuk van de werking van het OKRA-trefpunt. Maar we zien deze functie evolueren. De teamleider wordt meer en meer een coach, de inspirator van het team. Voor eerst heb ik eigenlijk getracht om mensen aan te trekken die een verantwoordelijkheid krijgen binnen het team. Taken die verdeeld worden en waar dat zij verantwoordelijk voor zijn. En dan werk ik ook met werkgroepjes. Werkgroepen die op zichzelf moeten kunnen bestaan. Niet dat ik er alle keren moet bij zijn om de vergaderingen te volgen of mee te beslissen. Die krijgen volledige carte blanche om te werken. De bestuursleden hun eigen kracht laten ontdekken. Dat is de uitdaging. Speel je X-factor uit. Dat leerden we tijdens het focusmoment voor de teamleiders van OKRA, Waas en Dender. De teamleiders die konden eigenlijk nu een ding doen, zeggen we dat er misloopt of goed loopt. En ze moesten niet luisteren van 9 tot 12. Dus ze waren actief bezig. De teamleider van morgen is dus vooral inspirerend en niet alleen hardwerkend. Zoals iemand zei, de teamleider was vroeger als een hardwerkende herdershond. Nu als een koningin in een bijenkorf. Een bijenkorf waar dat je werkers hebt, waar dat je trekkers hebt. En als teamleider moet je zien dat alles georganiseerd geraakt. Dus je bent de eerste en de laatste persoon. En soms in bepaalde gevallen sta je alleen wanneer dat je een beslissing moet nemen. Teamleider zijn is ook nieuwe talenten ontdekken en een plaats geven binnen het trefpunt. Iedereen heeft talenten. Maar sommige zijn nog nooit aan bod gekomen in onze werking. Hoe kunnen we die persoon in ons trefpunt integreren? De voorzitter, dus voor mij, kwam plots te overlijden. En dat is in een stroomversnelling gegaan, dat ze mij gezegd hebben, allez, ze hebben dat nog 3-4 maanden volgehouden, maar ze zeggen, wij moeten een teamleider hebben. Dan wil ze dan nog op voorzitter. Dat was nog geen het sprake van het nieuwe woord teamleider, dat was dan nog voorzitter. Dus ik heb ja gezegd met de ervaring van andere verenigingen waar ik in zat. Dus dat is tamelijk vlug gegaan. Als nieuwe mensen zich spontaan aanbieden, dan moet je die met open armen ontvangen. Luisteren wat zij willen doen en hen begeleiden in de taken die zij willen doen. Daarna kun je, als je geluisterd hebt bij deze mensen, dat voorleggen aan je teambestuur. Want tenslotte, als teamleider neem je niet alleen een beslissing. Je moet dat telkens in overleg met je team doen. En dan kijken of dat die wordt aanvaard door de rest van het team ook. Toch mag de job van teamleider niet onderschat worden. Het is zoals het liedje, ik heb je nooit een rozentuin beloofd. Het grote probleem is dat je toch dikwijls als teamleider zelf moet oplossen en zelf moet op zoek gaan naar nieuwe mensen. En de tijd van heden lijkt dan moeilijker en moeilijker te worden. Ten eerste, vooral de mensen moeten langer werken. Ten tweede, mensen, vooral grootouder. Als grootouder, je moet veel zorgen voor je kleinkinderen, waardoor je veel minder tijd hebt. En ten derde, als je dan mensen wilt iets van computer kennen, zit je met het probleem dat Hans en Lief met de computer gewerkt hebben. En die zeggen, nu wil ik toch een beetje rust. Teamleiders staan er nogal eens alleen voor en moeten soms moeilijke knopen doorhakken. Maar ook dat maakt onze vereniging, ons trefpunt, zo sterk, want, om een ander liedje te citeren, you never walk alone.